De eerste jaren van het universum. We leven in een universum waarvan de ruimte zelf expandeert. Wanneer we terugredeneren, betekent dit dat het universum ooit begonnen is met alle massa en energie bij elkaar in een heel kleine ruimte. Misschien wel een singulariteit. Dat betekent een oneindig kleine ruimte. Maar we weten nog meer. We hebben gezien dat het universum in alle richtingen vrijwel dezelfde temperatuur heeft, met variaties die 100.000 keer kleiner zijn. En we weten dat het universum gevuld is met baryonen, oftewel de gewone materie, alsmede de onbekende componenten donkere materie en donkere energie. Theoretische wetenschappers hebben dit alles samengevoegd in een model dat de eenvoudigste verklaring geeft voor alle waargenomen verschijnselen. We noemen dit het Lambda Cold Dark Matter model. Met de huidige kennis vermoeden we dat de oerknal 13,8 miljard jaar geleden heeft plaatsgevonden. De atomen die jouw lichaam opbouwen bestonden toen nog niet eens. Alle materie en energie van het volledige universum zat op dat moment samengepropt in een minuscule ruimte waarvan we de omvang niet precies kunnen vaststellen. Hier domineren de wetten van de kwantummechanica. De ruimte zelf expandeerde, waardoor de dichtheid daalde en het universum afkoelde. Laten we een kijkje nemen naar de eerste gebeurtenissen van ons universum. In heel weinig tijd speelde zich heel veel af. Tijdens de eerste 10 tot de macht min 43 seconden is er nog geen onderscheid in de vier fundamentele krachten. Dat zijn de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht en de zwakke en sterke kernkrachten. In feite betekent dit dat er binnen het universum nog geen onderscheid bestaat in de lading waar iedere kracht mee te maken heeft. Door de verdere daling van de temperatuur, de druk en de dichtheid ondergaat het universum een soort faseovergang, vergelijkbaar met water dat condenseert of bevriest. De inhoud van het universum verandert dusdanig dat er verschillende eigenschappen ontstaan die overeenkomen met de lading van de vier fundamentele krachten. Voor zwaartekracht is dit massa, voor de elektromagnetische kracht is het elektrische lading. Voor de zwakke kernkracht is een kwantumeigenschap genaamd zwakke isospin. En voor de sterke kernkracht is de zogenaamde kleurlading. Wat overigens niets te maken heeft met het gangbare begrip kleur. De faseovergang gaat gepaard met een exponentiële groei. In zo'n 10 tot de macht min 32 seconden neemt het volume van het universum toe met een onvoorstelbare factor van minstens 10 tot de macht 78. Dat is een 1 met 78 nullen. De energie die vrijkomt vult de nieuwe ruimte met een hete brei van deeltjes genaamd quarks, antiquarks en gluonen. Deze tijdspanne heet inflatie. Het concept is geïntroduceerd om te verklaren waarom het universum in elke richting zo egaal is en waarom de ruimte in het zichtbare universum plat is. Tegen het einde van de inflatieperiode begint het universum vorm te krijgen. De kleinste fluctuaties op de kwantumschaal groeien uit tot klontjes van verschillende dichtheden in het quark-gluonplasma. Wanneer het universum 1 microseconde oud is, kunnen paren van quarks en antiquarks zich combineren tot zogenoemde mesonen en 3 quarks kunnen zich combineren tot de baryonen zoals protonen en neutronen. Er ontstaat een evenwicht tussen deeltjes en de bijbehorende antideeltjes. Een seconde lang vult het universum zich terwijl de expansie en afkoeling alsmaar doorgaat.
maar niet meer zo explosief als tijdens de inflatie. Zodra de temperatuur is gedaald tot 10 miljard graden Kelvin, of Celsius, stopt de productie van quarks en antiquarks. De aanwezige deeltjes en antideeltjes gaan nu met elkaar reageren, waarbij ze worden omgezet in straling en deeltjes zoals elektronen en muonen, die leptonen worden genoemd. De navolgende 380.000 jaar wordt het universum gedomineerd door straling die constant wordt geabsorbeerd en uitgezonden door de geladen deeltjes. In deze jaren ontstaat ook een groot deel van de materie in de vorm van onder meer de ionen deuterium, een proton gebonden aan een neutron, helium, twee protonen gebonden aan twee neutronen, en de donkere materie. De periode komt ten einde wanneer de temperatuur gedaald is tot zo'n 3000 Kelvin, wat het mogelijk maakt voor elektronen om zich te binden met het deuterium en helium om de eerste neutrale atomen te vormen. Ze zijn neutraal, want de protonen uit de atoomkern een positieve lading hebben, terwijl de elektronen een negatieve lading hebben. Deze era heeft de naam Epoch of Recombination. De fotonen kunnen nu vrij bewegen zonder geabsorbeerd te worden door de ionen. Sommige van deze fotonen bereiken zelfs een afstand van 13,8 miljard lichtjaar voordat ze in onze tijd door telescopen worden opgevangen. Ze vormen de 3 Kelvin kosmische achtergrondstraling. Grote delen van het verhaal hebben inmiddels een stevige fundering, maar het blijft onzeker wat er precies gebeurd is bij de oorsprong van het universum. We kunnen immers niet terugkijken naar het allereerste begin. Voor alle telescopen die elektromagnetische golven observeren, geldt de achtergrondstraling als een grens. Er bestaat geen elektromagnetische straling van voor die tijd en dus kunnen we niet verder terugkijken dan 380.000 jaar na de oerknal. Ja?